Goedendag allemaal. Vandaag mooie zeegroenten, op dit moment uit Zeeland en fantastisch zomerfruit, zacht fruit uit de Betuwe. Maar eerst wil ik het graag met u hebben over nog meer Nederlandse topseizoensproducten zoals de opperdoesaardappel. De opperdoesaardappel komt natuurlijk alleen uit de omgeving van Opperdoes. Een mooie nieuwe oogst gastronomische aardappel. Fantastisch. Ook twee mooie Nederlandse seizoensproducten zijn de doppertjes en de kapucijners. De kapucijners, ons symbool van de voorzomer, is echt een product die bij dit seizoen past. Kort seizoen, dus het is echt nu of nooit. We zitten nu volop in het Nederlandse zachtfruitseizoen. We hebben mooie kruisbessen, oftewel klapbessen. We hebben zwarte bessen, oftewel cassisbessen. En we hebben ook witte bessen. En naast het zacht fruit gaan we volgende week ook beginnen met de eerste Nederlandse opalpruimen. Heel bijzonder zijn de prematuur walnoten van Nederlandse bomen. We hebben ze mondjesmaat, dus op is op. En een klassieke bereiding is zwarte walnoten op siroop. Jaar rond hebben we de meest fantastische zeewieren, onder andere uit de Oosterschelde. Maar we moeten natuurlijk niet de zeegroenten vergeten, ook uit de omgeving van de Oosterschelde. Fantastisch zeekraal, weinig hout, dagelijks vers, erg belangrijk en natuurlijk ook de lamsoren daar vandaan.